heb in de opleiding veel gebruik gemaakt van fotografie. Je moet natuurlijk wel voorstellen dat ik in de 70e jaren de kunstacademie heb gedaan. En toen was fotografie nou weliswaar analoog, maar zelfs al in een stadium ervoor bijna. Dus dat betekende dat fotografie zeker in de kunstwereld niet erg geaccepteerd was. Dat is nog steeds wel zo, maar toen al zeker niet. Ik heb bijna al die jaren geschilderd en dan als fijn schilder. Dus dat betekende dat ik toch met de doeken die ik maakte heel dicht in de buurt zat bij de foto's die ik nu maak. Die afstand is niet verschrikkelijk groot. Dat is ook denk ik de reden waarom ik me zo prettig voel in de fotografie. Omdat het heel erg dicht bij het schilderwerk zit. En als kunstenaar herken ik me daar dus ook in. Ik heb nooit een moment in mijn leven gehad dat ik dacht van oh, nou ga ik van schilderen overstappen naar fotografie. Dat is nooit zo geweest. Het is wel zo dat ik voor mijn schilder vaak fotografie gebruikte, omdat ik als fijn schilder vaak gedetailleerde dingen nodig had en dat het soms toch wel lastig was om te plekken te gaan zitten schilderen. En dat fotografeerde ik wel. Ja, en dat is zo successievelijk overgegaan van ja, als je dan toch aan het fotograferen bent. En nu zeker met digitale fotografie, dan kan je dingen toch wat beter voor elkaar krijgen als dat vroeger het geval was. Ik fotografeer pas sinds een jaar of 10 in de studio's, heel fanatiek wel moet ik zeggen. Waardoor een heleboel andere zaken toch naar opzij zijn gedrongen. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik zo langzamerhand de commerciële fotografie echt helemaal vaarwel zeg. En me helemaal richt op mijn werk als fotograaf, kunstenaar. Dus dan is de fotostudio een plek waar ik dingen kan creëren die in mijn fantasie leven. En waar ik concepten kan uitwerken, helemaal zoals ik dat hebben wil. De reden waarom burlesque om de hoek komt kijken is omdat ik vanuit het theater daarmee in aanraking ben gekomen en de glitter en de glamour heel herkenbaar vond van vroeger. En ik daar toch wel heel erg gecharmeerd van was, omdat je toch in een studio plotseling een hele andere wereld kan laten zien en die kan opbouwen zoals je dat zelf wil. Ik moet wel zeggen dat het beeld wat ik daarvan heb, hoe kleurig ik dat ook vind, voor mij altijd vertaald wordt in een zwart-wit beeld. En dan moet je denken aan een film noir beeld, zodat ik in de foto's vaak meer de sfeer wil laten proeven als werkelijk laten zien. Er zijn echt heel veel mensen die je dan in het dagelijks leven ontmoet of zelfs tijdens een voorstelling. En dat je denkt van ja, nou ja, leuk. En dan zie je ze op het podium en dan denk je, ja, maar dat is de sfeer en de imago die ik in mijn studio wil hebben, die wil ik echt vastleggen. En dat heeft ook te maken met het optreden wat ze doen, met het gevoel wat ze bij zichzelf opwekken, hè? Want dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Op het moment dat ik aan het fotograferen ben, ben ik een ander als iemand die voor het fotograferen bezig ben. Dus dat is een gevoel wat zich blijkbaar bij zichzelf opwekken en wat er dan tijdens een optreden uitkomt. En dat wil ik hebben. Mensen die burlesque beleven, die zijn op dezelfde manier verbonden met dat idee. Tenminste, wat ik zie, als ik collega fotografen meemaak in de burleskwereld, dan zie ik andersoortige fotografen rondlopen als die ik in een fashionwereld of als sportfotografen. Dat is een enorm mentaliteitsverschil en dat bekoort mij heel erg. Dat wat ik vroeger met mijn penseel wilde, namelijk het creëren van een niet bestaande wereld waarin ik heel veel dingen zelf kon beïnvloeden,
Dat is wat mij zo aantrekt daarin. En dat wil niet zeggen dat als ik een muzikant die op het podium staat in zwart-wit vastleg, dat ik dat niet beïnvloedbaar vind. Want ik kan hem nog steeds laten zien op de manier zoals ik hem zie. En dat is het verschil natuurlijk, hoe een fotograaf naar iets of iemand kijkt en zoals een niet-fotograaf naar iemand kijkt. Dat is het grote verschil. Dus, met andere woorden, wat ik wil zeggen is, ik doe iets met wat ik waarneem. Ik verander die werkelijkheid. En dat vind ik heel lastig om te omschrijven, want dat zit in een heleboel dingen. Het is de manier waarop ik die werkelijkheid vastleg. Het is de manier waarop ik de kleuren interpreteer. Het is de manier waarop ik de compositie vastleg waar jij nooit op zal komen. Omdat ik op mijn kop ga staan, om maar iets waanzinnigs te noemen. En zo zijn er een heleboel dingen die daar op betrekking kunnen hebben.